Ja, kunnen we hem ook gewoon pimpen of niet? Oh, oh, rustig, rustig, Ryan! 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 Yo, mensen! Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe GTA 5 Smugglers Run video. Ik zit hier natuurlijk weer samen met je boy Ryan de Bakker. Hi! Hi! En wat we vandaag weer gaan doen is, we gaan weer de verschillende nieuwe vliegtuigen die ze natuurlijk in de game hebben toegevoegd, gaan wij weer checken. We gaan hem pimpen, we gaan kijken of die cool is en we gaan gewoon kijken of het je ook natuurlijk je geld waard is en of je hem zelf moet gaan kopen. Dus, we zijn op de militaire basis. Ik heb politie. Waarom ben je nou uitgestapt? Ja, ik heb... Oh wacht, ze zijn je kwijt, ze zijn je kwijt nu. Niks aan de hand. Echt? Niet uitstappen, Rijn. Niet uitstappen. Ik ga meteen eventjes een nieuwe vliegtuig kopen. Want, word je nou echt geraakt? Ik ben een vliegtuig aan het kopen. Want wij hebben natuurlijk vorige keer hebben de V65 Molotov en de Tula hebben wij gepimpt. En in deze video gaan we sowieso de Roku, de LV22 Starling en nog meer pimpen. Dus ja, ik ga ze gewoon meteen kopen. Zo makkelijk is het. Ik zit bij de way op het account van Moreno. Daar wil ik wel nog eventjes bij zeggen. Dus thanks Moreno dat we hier natuurlijk op mochten. Wat heb je gedaan? Was dat een tank? Dat was een tank. Ja, je bent echt zo'n lul. Nu sta je ook niet meer op de militaire basis, hè? Ja, maar dat kan ik toch niet. Nou, nee, nu mag je het zelf uitzoeken ook hoe je er weer op komt. Ja, ik heb geen meer vrienden daar. De Roku heb ik sowieso gekocht, dus ik koop de LF22 Starlin nog. Die heb ik ook gekocht. En dan koop ik bij, even kijken, Elite Travel zometeen nog van deze vliegtuigjes er eentje. Dus we gaan ze gewoon pippen, we gaan kijken ja, of het coole vliegtuigen zijn. Ze zijn allemaal redelijk prijzig, maar... We hebben toch genoeg geld. Ja, we hebben toch genoeg geld, dus daarom. Ja, als ik meer even kan geven. Nou ja, als het kon had ik je dat gedaan, maar... Helaas kan het niet. Ja, ik ben de militaire base weer op. Ja, dan moet je heel snel nu naar mijn hangar toe komen, want dan kan ik je meenemen namelijk. Ja, meenemen, maar ik heb wel meer meenemen! Politie. Ja, maar als je gewoon bij mijn hangar gaat staan, dan kan ik je mee naar binnen loodsen. Oh, nee, dat is verkeerd. Oh, hey, dit is de goeie, hier, dit is, maar, dit is onze hangar. Oh. Staat er iemand ons te begroeten, jongen? Ja, dat is Paul. Even kijken. Zo, ik ben gaan naar binnen. Ik hoop dat ik jou dan maar kan meenemen, maar dat weet ik natuurlijk ook ja, niet. Ja, neem me even mee, want ik ben hier schietgeef. Ja, moet je heel veel wachten. Ik loop nu naar binnen, jongen. Geef me één moment. Als je dit bijna weer leuk vindt, mensen, ram natuurlijk zo'n kaart op lijn op, zou ik super doof vinden. En ja, we gaan ze gewoon lekker pimpen en kijken of ze een beetje cooler zijn, hè? Ja. Ja, ja, ja. Maar die dingen... Oh ja, wacht, die ene is kapot gegaan, hè? Ja. Kan ik ze terugbellen, ja, of niet? Ja, Mars Mutual. Wacht, zal ik eens even bellen dan? Want die ene hadden we het water in gevlogen, dat weet ik nog wel. Dat was de vorige keer. Oh, jij dacht dat hij op water kwam. Hangar. Oh ja, hier, claim all. Oh! Oh! Hij staat er twee keer! Huh? Wat? Ja, wat? Ik ga naar buiten. Wat? Ik weet niet wat er allemaal gebeurt! Huh? Oh wacht, kijk, de nieuwe is er ook bij, de nieuwe is er ook! Jan. Maar hoezo hebben wij twee keer nu... Jan, je bent echt een vieze glitcher. Nee, maar ik heb deze zelf gepimpt, maar die roze heb ik niet gedaan. Glitcher! Ik weet niet hoe die roze hier is gekomen, maar fuck it. Deze is in ieder geval nieuw. Dit is een glitch video tutorial. Ja, precies. We hebben opeens twee vliegtuigen, joh. Nee, dit is de Roku. Deze is niet heel duur. Kan jij hierbij eigenlijk? Ja, ik kan achter je. Oh, echt? Hoppa. Oh, nice. Lekker bezig, hoor. Dus we gaan eens even pimpen. Kijken natuurlijk wat je er allemaal mee kan. Awesome. Armor erop zetten. Dat hoort erbij. Countermeasures. Dat houdt in dat je eigenlijk... Ik kan schieten. Raketten die achter je aankomen om je uit te schakelen, die kan je dan blokken. Dus dat kost best wel duur, 70.000 en 110.000, maar ja, weet je, het is wel ik heb, cool. Ik kan waarschijnlijk schieten, Jan. Zullen we deze wit doen? Deze doen we wit, ja? Ja. Deze vliegtuig. Ik heb engine vast upgraden. Aan twee pokies of zo. Oh, ja, dat kan je denk ik wel. Ja, ik denk wel dat we... Ja, je kan er weapons op zetten. Je moet echt eens een first person kijken. Die ziet er echt vet uit. Even kijken, ik wil deze een beetje wit doen. Oh, maar geel is ook wel vet, hoor, zo. Doe wit met rood. Nee, ik wil geen rood. Wel, dat is mijn kleur. Oh, dit is ook wel mooi. Oh, dit is ook wel vet. Ik vind eigenlijk... Zullen we deze doen? Oh, deze is ook wel mooi. Deze is wel vet, hè, met het blauw. Oké, ik wou hem eigenlijk wit doen, maar ja, maakt niet uit. Dan gooien wij gewoon nog een kleurtje erop. Oh, zwart, ja. Ja, zwart? Ja, dat vind ik echt mooi. Dat is wel echt heel zwart. Dan kan je beter deze doen, net iets lichter, toch? Ja, kan.
Net iets lichter zwart. En secondary kleur, wat verandert dat? Dat verandert dat ding. Oh, dat is ook wel leuk. Zullen we dat ook gewoon zwart doen dan? Ja, zwart, ja. Ja, want dan is het hetzelfde. Oké, nice. Dan kunnen we wapens erop gaan gooien. En dan gaan we. Oké, ben je er klaar voor, Ryan? Ja. De wapentjes. Hoe duur zijn ze en is het vet? Bommen. Explosive bommen kunnen erop? We kunnen incendiary, gas of cluster. Zullen we voor vuurbommen gaan? Ja, vuurbommen. De vorige keer hebben we die andere gebruikt. Ja, vorige keer hebben we cluster gedaan. Primary wapens. Oh, dat is van mij dus. Explosive cannons of 7,62 mm machine guns. Sowieso explosieve. Ja, sowieso explosieve. En secondary wapens. Die zijn denk ik voor jou. Oh, wacht. Kijk eens. Waar komen ze? Kijk eens. Homing missiles. Ja, ja. Oh ja. Ja, ja. Nice hoor. Awesome. En dat is het. Oké, cool. Zullen we gaan uit? Ja, maat. Het was eerst gewoon een heel standaard irritant poefvliegtuig. En nu is het gewoon een beestwapen gewoon. Ja. Oké. We gaan naar buiten, bro. Ik ben er klaar voor. Ja. Dit wordt teamwork. Wacht. Even kijken, wacht. Schieten? Wacht. Nog niet schieten. We zitten nog op de militaire basis. Dus vandaar. Dus je moet heel veel wachten. Ik zal eerst even opstijgen. Ja, dan kunnen we het even testen. Ik vind het persen. Dit is sowieso de smoke, zoals je kan zien. Wieletjes in. De smoke is wit. Kan je ook van kleur veranderen? Hebben we nu niet gedaan. Ik kan niet schieten. Oké, dat is dat. Kan jij? Wat? Ik kan niet schieten, denk ik. Volgens mij kan ik alles doen. Nah. Want ik kan namelijk ook het luikje open doen, kijk maar. Zie je dat? Ja. Hey, maar dit zijn dus... Drop even bommen op de andere. Ja, wacht, dat ga ik doen. Ik drop het wel heel veel hier, ja, gewoon. Op de weg zo. Oh, dit ding schiet ook scherp, jongen. Zo. Ja, dit ding schiet... Ja, sorry, niks aan de hand. Oké, we droppen het, ja, we droppen het. Even kijken waar het neerkomt. Oh, die dingen zijn vet! Check dat! Oh my god, die dingen zijn super dope, gek! Kan het niet zien? En kan je het niet zien? Nee, wacht. Jij kan helemaal niks doen, of wel? Nee, ik zit alleen maar hier voor spek en bommen. Want ik kan namelijk hier missiles afvuren, zoals je kan zien. Drop nou eens bommen? Dat zijn de secondaries. Ik kan explosive machine guns afschieten, zoals je kan zien. Dus die zijn sowieso super dik gewoon. And that's it. Drop nou eens die bommen? Ik zal het luikje even open doen. Ik drop er eentje, ja, hier. Ja, ik kan het niet zien, de camera draait wel. Ja, jij maar, dus als je achter is, kan je eigenlijk geen ene reet. Of ik stap even uit en jij moet een bom op mijn hoofd droppen. Oké, ja, dat is ook goed. Wacht, dan moet je... Ga bij deze boom staan, ja? Bij die boom. Dan vlieg ik, zal ik even landen. Huh, schiet zo. Oh, wow, schiet zo, je gaat dood. Ja, leef je nog? Ja, ik leef nog. Oh my god. Wacht, dan probeer ik je goed te raken. Ja, maar dat is best wel moeilijk. Ja, wacht, ik kom over je heen vliegen, oké? Ja. Even keren zo. Dit ding stuurt echt heel makkelijk, joh. Ik zie de flare waar ik ben. Oh, ik heb geen flare meer, laat maar. Nee, wacht, volgens mij ben je hier. Oké, wat komen ze? Oh, die gaan sowieso mis. Oh. Zijn ze mis? Ja. Scheelt het heel veel of niet? Ja. Ja, heb ik die race handling zeg maar opstaan. Maar ik moet je zeggen dat het wel echt heel scherp stuurt. Dus ik denk dat als je daar niet zo goed mee kan omgaan, wat ik dus niet kan, dan moet je denk ik een andere handling erop gaan gooien. Want het stuurt echt super scherp gewoon. Komt die aan hoor. Oh my god, die bommen! Oh nee! Nee, ze gaan er overheen hè. Ik moet ze veel eerder gooien, want ja, ze komen echt super laat aan. Ja, ze gaan precies meer met de snelheid naar voren. Ja, klopt. Maar het is lastig om te kijken. Maar wacht, als ik er nou hierheen gooi... Ja, ze vliegen echt wel gewoon ver, zeg maar. Ja. Maar je moet lager vliegen, dat is makkelijk. Ja, klopt. Ik kom nu weer over, ja, wacht. Waar ben je? Oh, deze is sowieso te vroeg. Jan? Heb ik je? Nee. Wow, yo! Wacht, ik ga landen, ja? Ja. Ik ga landen, dan mag jij het proberen, wacht. Laat me even landen hier. Ze waren best wel close hoor bij je, ik wist niet precies waar je stond. Ik ben hier geland, man. Ja, mooie landing, man. Thanks, ouwe. Zo, ik zal maar verkeren voor je. Hé, dit keert naar snel, hoor. Zo, ja, hij stuurt echt super scherp. Oké, dan mag jij erin, bro. Ga je gang. Take over the wheel, man. Met pijltje naar rechts, dan open je het luik zeg maar, van je bommetjes. Moet je wel pas doen in de lucht. En met kruisje kan je ze droppen. Ik blijf op deze weg staan, ja, hier. Dan mag jij me proberen te raken, jongen.
Maar... Oh, en ik heb politie. Ik wil heel veel de politie weg. Eén moment. Oh, oh. Oh, kijk aan. Jij stuurt heel scherp. Heel scherp. Kijk, dit leuker op, hè? Ja, dan met kruis kan je ze naar beneden gooien. Nou, daar komt die hoor. Zal ik een flare schieten als ik die heb? Oh, 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 Ryan. Oh, nee, dit al! Ik zag zo mee vliegen. Ik zag zo mee vliegen, gek. Dat is raar sturing, hoor. Ja, is, hij stuurt scherp, hè? Hij gaat soms automatisch de kant op, precies. Ja, nee, maar hij stuurt wel... Als je zeg maar stuurt, dan stuurt hij nog een klein stukje door. Van waar je naartoe wil, zeg maar. Ik zal een flare voor je recht omhoog schieten, oké? Okay? Ja. Nu? Ja. Oké, daar. Zie je hem? Nee. Wel hier. Ja, ja, ja. Oh. Oh! Hé, hey, ze zetten wel echt alles in de hands, hoor. Ja? Dat zijn dus wel echt... Ja, ze zetten hier de hele boel gewoon in de fik, joh. Ah, was het close, die bommen? Ja, ze waren net een stukje te ver naar links voor jou. Oh, hé, hey, ben je nou echt neergestort? Ben je neergestort, Ryan? Je gaat niet menen dat ik... Ben je echt neergestort? Ja, man! Mijn vliegtuig, Ryan! Mijn vliegtuig, ja, ik Ryan! Ja, ik betaal hem. Nee, dat is niet erg. Is niet erg. Kan gebeuren, hè. We hebben nog vliegtuigen, hè, dus. Ja, daarom. We hebben zelfs nog nieuwe die we moeten pampen. Nee, daarom. Ik ga nu weer terug naar mijn hangar toe. Oh, jij staat... Loop serieus. Ben jij dat? Ben jij dat? Oh, ja. Jij vieserik. Gewoon een beetje mijn ding kapot maken, hè. Sorry, hoor. Oh. Ik probeer je te raken, maar dat is super moeilijk. Ja, 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 die was raak. Oh shit, mijn auto staat hier, we moeten deze kant op, kom. Follow me, man. Ik wist dat je dat ging doen, jongen, ik wist het. Dat is super vet dat je die vliegtuigen ziet overkomen, oh. Ja, maar die bommen, ze zijn echt moeilijk te richten, maar als jij echt een objective hebt waar je op moet gooien, dat is groter dan een persoon. Dan wordt het natuurlijk wel weer wat makkelijker, want op een persoon gooi je natuurlijk wel echt meteen het kleinste doelwit waar je iets op kan proberen gewoon. Ja. Tutut. Hij moet echt precies timen wanneer je ze gooit. Ja, ja. En je maar moet ook meegaan met de snelheid die je vliegt. Als je die timing onder controle hebt, dat wel makkelijker is. Ja, ja, ja. Maar sowieso heb je ook, je hebt van voren heb je nog gewoon raketten die ja aan kunnen loggen of ja, ja, of weer niet. Dat ligt maar net aan jezelf natuurlijk. Wat is de snelste route? Oh zo, oké, ik zie het al. En je hebt nog explosieve machine gun kogels op de voorkant zitten. Dus hoe dan ook, je bommen zijn eigenlijk echt gewoon voor grote objecten. Want met die machine gun kan je makkelijk iemand overhoop knallen. Ja. Want die dingen die ontploffen keihard namelijk. Stop nou, want anders kunnen we die baas niet op. Jij bent echt zo triggered happy gewoon. Hè? Ja, je schiet op alles wat beweegt gewoon, vriend. Ja. Waarom niet? Zit er meteen weer een gat in mijn voorkant van mijn Lamborghini hier, ho? Dat is niet eens die, jongen. Nee, hij is niet eens die van mij, nee. Thanks, bro. Doei. Zeggen ze ook iets bij Benham? Ja, ze zeggen welcome to the base ding. Oh, nice. Dus deze ook open? Maar als ik kut stap, wordt het meteen nice afgeknald. Ja, komt omdat ze denken dat je niet bij me hoort. Nee, ik hoor, ik zit in je squad waarschijnlijk, of niet? Nee, zie ik je niet. Oh, echt? Yes, sir. Oh. Let op deze. Oh, mooi, yeah, man. Maar nu peace, kan je eigenlijk he? Gewoon heel de militaire base en nu kan je heel brengen. Ja, maar nu kan je ook gewoon heel makkelijk straaljagers en alles nakken, want je kan gewoon naar binnen rijden. Oké, okay, ik ga uitstappen en ik... Ja, ja, dat dacht ik. Ja, ik kon er ook even... Schiet daar! Okay. Nou ja, ik neem je mee, rustig aan. Take it easy, take it easy. Als het goed is, moet nu in ieder geval het volgende vliegtuig er ook weer staan. En dan kunnen we eens even kijken wat je daarmee kan doen. Ik ga vliegen. Lekker vliegen. Ik vind het wel vet, want ze hebben nu dus een motor-update. Ze hebben een echt speciale auto-update. En nu dus ook... Oh, wat is dit dan? Een vlieg-update. Wat is dit, ouwe? Nee, dit ding is lelijk. Wat? Dit ding is lelijk. Oh, maar dat ding is vet. Wat is dit, joh? Dit ding had hard. Echt? Ja, maar hij ziet er ook wel uit alsof hij... Nee, er kan maar één iemand in. Of je moet er bovenop gaan staan, maar dat lijkt me ook niet heel veilig. Oké, wacht, we gooien alles erop. Armor gooien we erop. Hoppatee. Countermeasures is natuurlijk weer flare, chef en... Zullen we deze groen maken? Groen? Groen. Groen vind ik wel cool hiervoor. Even kijken. Ik gooi hierop gewoon explosie... Nee, ik gooi hier ook cluster op. Ja, want die zijn... Cluster is sowieso waarschijnlijk wel de sterkste bom die je erop kan gooien. Want die kosten ook meteen 120.000 namelijk. Dus dat verwacht ik dan wel. En ik ga hier... Even kijken, ik heb op alle vliegtuigen tot nu toe race handling gezet, maar dat gaat net iets te snel. Dus ik zet hier smooth handling op, ja? Ja.
Kijk hoe dat is. Livery. Oh my god. Oh, winterspray. Oh, dit is vet, ouwe. Oh, dit is ook wel leuk. Dit is ook vet, ja. Dit is vet. Oh, allemaal reclame erop. Deze is paars. Oh my god. Oh my god. Mr. Unicorn. Ja, we doen deze. Maar er zit zelfs een unicorn op, hè, daarom. Bij achter mijn hoofd. Kijk maar, er zit dat ding, dat puntje. Oh my god. Dat is helemaal regenboogkleurig. Oh, nee. Ja, mijn vleugel is ook een unicorn. Ergens, ik kan de kleur ook nog een beetje aanpassen. Maar dat ga ik niet doen. Secondary kleur, wat is dat? Oh, dat is de onderkant. En die moet dan ook roze. Wacht, die moet ook roze dan. Even kijken hoor. Classic. Dan moet de onderkant ook wel erbij passen, toch? Ik haal vast de straaljaartjes, team. Ja, als jij dat doet, dan kan ik naar je toe vliegen, man. Ik weet niet of die... Weapons. Dit vliegtuig gaan misschien harder dan de straaljaart. Oh, dat is vet! Wow, yo. Dit zijn echt super dope homing missiles. Wauw. En Triss. Oh, je kan een rocket boost Trissus opzetten. Even kijken. Ja, die komt in de motor, zeg maar, gewoon achter. Dus dan kan je dus gewoon boosten met het vliegtuig. Ik ben klaar, bro. Ik ga weer naar buiten in mijn rainbow vliegtuig. En je mag zo'n vliegtuig raar, breken. Jongen. Als ik nu achter jou vlieg. Oh, maar je wat is dat dan? Die van daarnet. Hey, dit ding gaat wel echt snel, Ryan. Kijk mij. Ja, maar druk even op je L3. Wow, wat komt er allemaal uit de lucht? Oh! Maat, wat doet die tank? Die rijdt gewoon Maat, die... echt, jouw collega's mogen me echt niet, hè. Hey. Ja, sorry. Wat, waar ben je nou weer dan? Ja, buiten militaire base. Dan moet je gewoon even naar binnen springen. Kan ik jou niet gewoon inviten voor mijn crew? Ja, dat kan. Oké, wacht. Want ik ga je inviten, ja? Dat zou wel handig zijn, want mensen mogen me daar niet. Nee, dat heb ik door, ja. Ik ben een buitenstaander. Oké, wacht, higher. Oké, als het goed is, krijg je een invite, of niet? Moet je even zeggen. Dit ding is raar, jongen. Ik moet even mijn eigen werk lieven. Oh, ja, je zit in je eigen Oké, nu kan je. Ja, oké, je hebt een invite. Maar dit ding is echt heel raar, Hoppa. Jongen. Dit ding is echt raar. Ja, maar druk eens op je L3. Ja, ik zit even te wachten dat jij ook binnen de militaire baas bent. Want oh ja, moet ik nog komen? Ja, ik wacht op je. Au! Ik ben lekker over de gele streep aan het rijden hier. Ik word tevreden. Oh. Ik nak even de auto dat ik erop kan. Je niet gewoon naar binnen rijden via de gate? Via de gate? Ja, gewoon via de slagboom. Wacht, ik ga even kijken. Waar is dat? Zeg maar recht... Wacht, waar ben je dat nou? Is toch die kant op, hè? Oh, je rijdt gewoon de berg op ook. Ja, gewoon daar naartoe, ja, dat weggetje volgen. Miep, miep. Er staat ook gewoon een peace-tekentje op mijn vliegtuig, hè. Oh, wacht, hier kan ik binnen. Ja, daar zit als de slagboom. Laat ze je naar binnen. Ha. Ja. Ja? Ik ben vrienden. Oké, nice. Ik heb vrienden. Ik ga de lucht in. Oh! Wow, yo, gek. Oh, shit. Oh. Ik kan gewoon... Je kan vet boosten! Dat leek het op zo'n Loadstar of zo van Black Ops 2. Wow, yo, maat! Je kan gewoon onbeperkt boosten, gek! Echt? Ja, bijna wel, joh! En Mayanda leek toch op een Loadstar van Black Ops 2? Wow, yo! Matty! Holy knetter, ouwe! Dit ding is echt keihard, jongen. Ik knak even een straaljager dan, man. Zullen we... Wacht, kan jij als je een straaljager hebt eventjes... Kunnen we dan even tegelijkertijd opstijgen, ergens? Ja. Dan land ik deze heel eventjes. Oh. Bij politie. Heb je wel politie? Ja, maar 2 sterren, dus boeit me niet. Ja, of ik kon gewoon naast je vliegen, dat kan ook. Dan kunnen we kijken welke sneller is. Wacht, ik land hier even. Ja, ik ook. Waar ben je? We moeten wel verkeren hier, hoor. Ja. Ik probeer te landen hier. Oh. Oké, ik ben geland, bijna. Oh. Ga nou stilstaan, poepding. Oh my god, hij stopt niet. Stom ding! Oké, ik ben gestopt. Dat landen is nou niet echt makkelijk hier, ho. Oké, wacht. Aan die witte streep? Oh. Wacht, ik kom eraan. Gaan we even kijken wat ik sneller van is. Van die pennetjes hier. Ja, oké, ik kom eraan. Komt er al politie of niet? Ja, maar zitten nog. Kom al een stukje naar achter, dat mag ook. Dan zitten we nog redelijk ver, hoor. Oh. Ja, sorry, ik dacht ik schakel hem even uit. Oké, kom een stukje naar achter, want dan kunnen we gaan. Oké, ik tel af. 3. Oh.
Oh. Twee, ga naar voren, 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 want ik heb ook politie nu. Ja. Oké, gaan we, ja? Ga maar! Doei! Oh my god, ik ga veel! Maar met die boost is veel sneller, jongen! Hier, kutstraaljager, kom dan! Man! Ik ga hem pakken, jongen, deze guy. Ik haal hem gewoon in, hè. Ik haal hem gewoon in, hè, Ryan. Dit ding is echt niet normaal snel, gek. Ik zweer het je. Met die boost, hè. Zonder die boost is hij echt super langzaam. En met die boost aan, dan... Oh, althans. Ik kom nou niet echt op hem inlopen, want ik moet nu namelijk wachten tot die boost weer bijgeladen is. Hey Ryan. Hi. Dus nu kom jij me volgens mij ook inhalen, of niet? Ja. En die boost die laat heel langzaam bij. Heel langzaam bij. Oh, iemand haalt me in met een gewone straaljager. Echt? Ah, wat is dit? Ja, die boer. Oh, ik zie hem, ja. Hey Jan, hoi! Oh, waar ben je nou? Hey, ik zit hier even dom te doen. Ik weet niet waar ik ben. Ik weet ook niet waar je bent. Oh, je bent vet hoog nu, joh. Maar die boost is super dope. Alleen het duurt echt heel erg lang voordat hij weer klaar is met laden. Zeg. Oh, ja. Oh my god, gekke man houden. Dus het is wel super dope, maar... Of die nou echt sneller is of zo, dat weet ik nou ook weer niet. Het is wel een harde boost die je gebruikt, hoor. Ja, het is sowieso een harde boost. Ja, dat sowieso. Ik kan al schieten, nog niet? Ik kan ook gewoon schieten, ja. En ik heb bommen die ik eruit kan laten vallen. Kijk, ik gebruik nu die boost en ik loop kaart op ze in gewoon. Meow. Waar ben je? Ik vlieg achter Just Jorben aan. Oh. Dit is moeilijk, jongen. Ik kom naar je toe, bro. Wat ik vlieg dat... achter hem aan, hè. Wat is dat dingetje op de map, die kist? Dat kunnen we pakken, maar... Ah. Oh, nu vertraag je, of niet? Nee, je komt terug voor nee, nu ben ik... Oh my god. Oh joh, deze guy is gek, jongen. Ik weet ook even niet meer waar die is nu. Ah, ik zie erop. Ja, pak jij hem? Ja. Het is wel een cool vliegtuigje, maar... Oh ja. Verder heb je er niet heel veel aan, als ik heel eerlijk ben. Wat zit hij nou achter mij aan, of niet? Nee, ik weet het niet. Want ik vlieg ik terug, kreeg ja? Daar net een berichtje... fight. Of zo. Oh. Wacht, ik kom ook naar beneden. Ik kom je helpen, bro. Waar zit hij? Wow. Oh, yo, ik vlog bijna tegen me aan, ouwe. Even keren. Oh, daar. Oh, pak jij hem? Ja, shit, jongen. Dit ding, ijs. Ik moet je zeggen, het is een super cool vliegtuigje. Maar ja, als je die boost niet hebt, dan heb je er echt gewoon geen ene reet aan. Ja, dan vliegt hij echt traag, bedoel? Hè? Dan vliegt hij echt heel erg traag. Maar je kan wel echt... Ik ben nu dus aan het boosten. Nee. Lukt het? Mayday. Ik voel oh, niet zo. Nee. Ik ga terug naar de hangar, vriend. Giet toe. Ah, parachute. Leef je nog? Ah. Leef je? Oké, Rijn. Rijn is dood. Maar ik ga even kijken hoe lang die boost duurt, ja? Hoe lang jij dus gewoon in één stuk kan boosten. Ja, ik heb de hik. Even kijken. Oké, hij is nu volgeladen. Ben je klaar voor? Ja. Oké, dan start ik hem. Even wachten. Start ik hem. Nu. Hoe lang kan je boosten? We gaan het nu checken. Ik ben nu best wel benieuwd namelijk. Dat is, even kijken. 5 seconden. Hij boost nog steeds. Dat is 10 seconden. Ja. Dit kan echt, dit is echt super lang hoor. Dat is 15 seconden. Ja. Hij doet het nog steeds. 20 seconden. Ja. Hij doet het nog steeds. 25 seconden en hij is klaar. Ja. Oké, dus laten we zeggen 25 seconden lang kun je boosten. Dat is wel lang. Dus dat is zo goed als... Maar hoe lang duurt de hele stad om op te laden door. Dan? Maar om op te laden duurt het sowieso ook wel minimaal 25 seconden. Misschien zelfs langer. Dus dat is wel echt een groot... Wow, yo. Dus dat is wel echt een groot nadeel. Ik ben gecrashed, ouwe. Wow, yo. Ik zag even dat hek niet staan. Sorry voor de hek, militairen die hier aan het werk moesten. Maar hij is wel een cool vliegtuig, eerlijk is eerlijk. Zullen we de laatste nog pimpen, Ryan? Ja. Jij moet denk ik wel een stukje... Ja, ik heb een lift. Oké, mooi zo. Ik zal eens eventjes de laatste bellen. Want die staat namelijk niet meer bij Warstock. Maar die staat natuurlijk bij Elite Travel. En dan gaan wij voor de Ultra Light. Dat is een soort van zweefvliegtuig. Die kopen we gewoon. Die komt ook gewoon in een hangar te staan, toch? Ja, of Pegasus. Ik weet het niet.
Je ultralight will be delivered to your hangar. Ja, die komt ook gewoon in mijn hangar. Oké. Oké, nice. Cool. Dan ga ik even, onderweg naar mijn hangar toe, hoor. Succes, zonder boost. Hoor. Ja, zonder boost. Dat gaat snel. Wat heeft een bounty? Oh, Jos, ik ga je killen. Gaat heel snel. Nou, ik haal je nog heen met de helikopter. Oh, je ziet een helikopter, nice. Ik heb een lift. Oh my god. Als je die boost gebruikt, ben je wel echt meteen super snel, ouwe. Maar je kan wel je boost gebruiken wanneer je wilt. Zelfs als het nog niet helemaal opgeladen is. Ja, klopt. Je kan hem ook gewoon halverwege weer gebruiken. Ja, zeker. Het is wel als een sterk vliegtuig. Ik ben al tegen vette maar dingen aangeknald. Als je boost, dan is het wel moeilijk om te sturen, echt. Je gaat alle kanten precies op, of niet? Ik ga nu ook alle kanten op, gewoon. Zo. Ik ben, ben je er al bijna? Ja, ja, zie je me vliegen. Oh ja, ik zie je. Zullen we eruit springen? Want ik heb het gevoel dat die vent er ook gaat uitspringen. Oh, dat... Ja! Oh, oh. Leef jij nog of niet? Oh, heb jij het overleefd? Echt? Die was wel keihard toen, Mattie. Holy knetter, ouwe. Ik klant even naast je. Ja, nee, dat mag, dat mag. Ik loop heel veel naar de weg toe, als je het niet erg vindt. Oh, die was volgens mij echt keihard, oh, kut, jongen. Ik doe mijn parachute los. Nee! Jan! Help! Ah! Ik zag je heel langzaam naar beneden. Nou ja, ik zag je heel eventjes naar beneden vallen. Recht in de boom. Hey, goed bezig hoor, Ryan. Goed bezig. Maar nu sta je meteen naast me, joh. Kijk maar. Easy. Ik zal weer even een autootje bellen, hoor. Het gaat lekker bij ons namelijk. Ja. Mis. Ja, ik kan toch niet slaan. Nee, ik kan me toch niet raken. Jammer, hè? Oké, ik ben wel weer even een autootje, bro. Want mijn ultra light die staat alweer in mijn hangar. Dus die moeten wij eens even... Oh, dat mag ook. Mag ik daarin? Oh ja. Ik knak. Ik neem gewoon deze auto. Hey! Stop jij, vriend! Oh nee, hij gaat al strollen, hoor. Nee. Kom hier! Au. Helemaal naar voren geslingerd, jongen. Mogen wij hierin, meneer, of niet? Hou hem onder schot, hou hem onder schot. Ja, stap gewoon in. Laat ons erin. Het mag, ja, kijk. Hij zit met zijn hoofd aan het stuur. Nee, we kunnen er niet in. We hebben geen access. Hey! Een waarschuwingsschot. Laat ons erin! Hè? Huh? We mogen denk ik niet. Hier, daar bel ik mijn eigen auto wel. Jongen, 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 man. Dat is wel een mooie turret dat er mooi op zit. Dit is ook, ja, dit is een vette limousine wagen, hoor. Ik wil erin! Misschien is die guy nu wel boos op ons, we moeten wel een beetje oppassen nu, denk ik. Ah nee, komt goed. Ik bel de Spectre, dat vind ik een coole auto. Waarom hij schiet er nou mee? Zit hij aan zijn slot te draaien? Maar waarom kunnen we niet in de deur? Is er gewoon uit hier? Dus ook al zit de deur op slot, dan maakt het alsnog geen drol uit, lijkt me. Oh. Jan! Oh, nee. Ja? Nee, ik dacht iedereen maar. Ja, deze guy vertrouw ik niet. Ik heb hier mijn Chrome Spectre. Ga jij bij hem erin? Ja, ja. Kom erin, jongen. Hoppa. Ja, ja. Dat bestaanwagentje is ook wel vet. Ja, dat is waar, ja. Zo. Oké, dan gaan we naar de ingang toe, ja. Want dan kunnen we nog even de laatste pimpen. Hoppatee. Cool. Neem de afsnijroute, want als je zo gaat... Kijk, we zijn nu sneller dan die andere guy. Oh. Zo. Want nu hoef je niet dat hele stuk om te rijden, namelijk. Ja. Dus vandaar. Oké, daar gaan we. Nee, niet schieten, Ryan! Oh my god, we hebben weer politie. Echt trigger happy, jongen, ben jij. Ik zweer het je. Ik had beter gewoon anders kunnen rijden, gewoon. Ik bel de politie, baba. Oké, goed zo. Ik neem de afrit hier. Alweer. Oh, prachtig bochie. Zie je, nu zijn we veel sneller als die andere guy die helemaal om was gereden. Ja. Doe de spoor maar snel open. Te laat. Oh, oh, Jan, nee, niks aan de hand. Nee, joh, die ziet... Oh, ik zit vast. Die hekken kapot. Nee, joh, die heeft ons een. Die maakt. Kijk hier, we kunnen gewoon zo. Oh. Dat was niet de bedoeling. Eerlijk gezegd, dat was niet de bedoeling, ouwe. Ik zweer het je. Oh my god. Oké, we zijn er. Hoppa, let's go naar binnen, jongen. Daar staat, als het goed is, dan dat zweefvliegtuig. Ja, maar je kan er maar met eentje in, waarschijnlijk. Ja, ja, en heel veel dingen kan je maar met eentje in. Misschien kan je er van boven op die vleugel staan. Of ja, we kunnen het proberen, weet je. Dat als het goed is, moet dat, zou dat kunnen werken. Want het is geen vleugel van een vliegtuig. Ja, nou, dan kunnen we het gewoon uittesten. Dan ga ik buiten staan, dan mag jij erop klimmen. Ja, dan doe ik wel suicide. Jij hebt de Sjaak namelijk weer. Oh, daar staat hij! Kijk eens aan!
Is wel vet. Onze hangar komt wel snel vol te staan op deze manier. Dat is een driewieler. Dit ding is geniaal, joh. Oké, okay, die kunnen motor. Ja, kunnen we hem ook gewoon pimpen of niet? Oh, oh, rustig, rustig rijden! Ryan! Ryan! Oh my god, ouwe. Jesus. Ben je aan het pimpen? Ja, ik ben hem aan het pimpen nu, ja. Ah, nee, kan ik ga je gewoon weer race handling om, dat is wel echt het chillste namelijk. Oh. Even kijken. We kunnen de vleugel aanpassen. Oh, deze is wel vet. Deze ook, deze vind ik vet. Ja, maar je kan de kleur naar haar passen waarschijnlijk. Hè? Ja, en dan staat de stom Merryweather erop. Merryweather. Maar ja, fuck it. Maar ik vond blauw eigenlijk wel cool als ik eerlijk ben. Ja. Ja, ik vind blauw wel vet. Zit er daar ook een kanon of iets op? Nee, hè? Ja, ik kan nog motor niet. Weet je, ik laat hem gewoon even zo. Propellers. Oh. Oh, je kan de propellers gewoon aanpassen. Even kijken, hoor, let op. Want verschillende soorten propellers hebben ook verschillende doelen. Want deze helpt erbij dat je minder goed op de radar komt te staan. Oh. Ja. Dus andere? Dan kan je zeg maar gaan glijden en dan kom je niet op de map te staan als je de motor een beetje uitzet. En extended maakt geen reet uit. Dus ik gooi gewoon die erop, hoor. Op T. Weapons. Oh ja, daar kan een turret op. Wat? Kijk dat turretje aan de voorkant. Waar komt de ammo vandaan? Even zonder grap, Rijn. Waar komt de ammo vandaan voor dat turretje, ouwe? Dat ding is zo klein, jongen. Wow, yo. Oké, ik ga eruit, bro. Kom jij ook mee dan? Ja. Dan moet je kijken of je erop kan staan. Maar dit ding is nog best wel snel, ouwe. Oh! Dat dingetje. Je moet alleen niet te scherp sturen, want dan ga je op twee wieletjes. Ik zal heel veel op je wachten. Oh my god, ja, er zit echt een turretje op. Die kan je ook gewoon, die kan je alle kanten op schieten, joh. Die kan je gewoon zo goed als 300 graden draaien, joh. Maar als het is niet in de limousine. Hey, check dit, hè, Ryan, als je een scherpe bocht maakt, let op. Oh! Oh! Wat?! Ik ga best rennen de lucht in, door de fucking... Oh, ik kom even naar beneden, ja, Ryan? Ja, ja, het is precies een vogel. Of, ja, je glijdt, je vliegt nu ook, hè? Het is een. Oh my god, je bent precies Batman, echt serieus. Maat, ik ben beast, jongen. Ik weet alleen hoe ik hiermee moet landen. Of een draak die vliegt. Kan je me even één momentje geven om te landen, Ryan? Ja, ja, ik geef je een moment. Of ja, ik kan je meteen naar beneden halen met de raket. Nee, doe maar niet. Ik zet gewoon even mijn motor uit, want dan. Oh, er staat er een paal. Oh. De motor is uit. Stop. Remmen. Oh, en dat is zo'n dingetje. Remmen. Oké, okay, ik ben er weer, man. Ik kom naar je toe, bro. Ik moest even landen. Dat is niet zo makkelijk, namelijk. Oh, ik ga meteen de lucht in weer. Dit meen je niet. Stop. Wat is dat voor deze manier hier? Oh! Ja, niks aan de hand. Je kan echt niet vliegen, hè. Maar dit is moeilijk hierin, jongen. Oh. Thanks, Ryan. Thanks. Zal ik een zetje okay geven? Oh, wat? Ik raak die propeller. Kan ik je eruit trappen? Ik denk het niet. Ik ga even testen. Wat is dat voor tank? Oh, die tank moet op. Oh, straaljager, een tank! Ah. Ze krabben tegen elkaar! Oh. Maat, die tank rijdt gewoon dwars door die straaljager heen, ouwe. Niet die propeller. Niet die propeller. Auw. Ryan, lukt het of niet, jongen? Ja, ik wil erop. Lukt klemmen het, jongen? Doe nu dan, ja, oké. Okay. Ga helemaal in het midden staan, ja. Oh, we moeten even aan de voorkant, daar ja. En dan tegen dat paaltje aan, denk ik. Wacht, wacht. Oké, jij blijft daar, ja? Ja. Oké, daar gaan we. Ah. Oh, oké, dit... Oh, 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 oh. Ik denk dat die werkt, bro. Kun je reet trappen, kan oh, mijn motor is uitgevallen. Oh, echt? Huh? Wat, ik zet hem wel aan, au. Nee, mijn motor draait niet, maar ik kan wel gewoon gas geven. Huh? Mijn motor staat gewoon stil. Je hebt hem kapot gemaakt. Mijn motor is stil, maar ik ben wel gewoon niet aan het vliegen. Oké, maar we gaan de machine gun eens even uittesten, ja? Maar je vliegt hiermee op de lucht, dat is wel echt super dope. Of op de... Hoe noem je dat? Oké, Ryan, we gaan de machine gun eens even uittesten, ja? Ja, ja, ja. Schiet maar op die andere twee. Oké, waar zijn die? Op naast me.
Waar ben je helemaal? Oh, ik was op jou aan het schieten, jongen. Maar je bent off the radar, of niet? Jij kan mijn motor uitstaan. Oh. Kan je me nu niet zien op de radar? Nee, ik kan je niet zien op de map. Oh, dat is super vet. Wel, als je boven ons komt, er zo'n ringetje of zo. Oh, dat is wel super vet. Maar je kan je niet zien aankomen. Maak eens een backflip. Ja, wacht, ik ben eerst aan het kijken of die machine gun überhaupt, of ik daar wel mee kan raken, want het is moeilijk. Ja, zie je, als je dichter in de buurt komt, komt er een soort ring op de map. Ja, oké dan. Nee, niet meer straaljagen hakken, alsjeblieft, of schiet je af. Niet meer straaljagen hakken. Oh, dit is moeilijk, jongen, nee, een paal! Wow, yo, ik doe een backflip, fuck it. Woo! Oh my, dit ding is dope, jongen! Het is wel super raar, maar mijn motor staat dus nu gewoon heel de tijd uit omdat hij gewoon kapot is. En ik ben gewoon op de lucht aan het vliegen. Dit is echt heel erg vet. Alleen, dat machine gun heb je echt geen reet aan gewoon. Ik zie je vliegen. Zie jij die straaljager? Ja. Hey, bitch. Hoi! Oh, pas op hè, Ryan. Waar ben je? Ik kan je echt niet zien op de map, dat is echt kut. Oh, echt? Oh, ik vlieg gewoon in een rechte lijn vooruit. Oh, daar zie ik een step. Waar ben je helemaal? Ik vlieg hem verder naar onder. Ah. Meeuw. Nee, je vliegt nu helemaal de andere kant op. Ja. Dit is echt. Oh, dit ding is super vet, jongen, maar. Maak eens een backflip. Ja, dat deed ik net, maar dan draait hij zichzelf automatisch om. Ah. Ja, maar hier, dan heb je. Kijk, we zien, hij herstelt zichzelf automatisch. Nee! En nu. Nee! Oh. Ja, lucky best. Je kan geen backflip maken, man, zomaar. Of misschien als ik wat snelheid pak. Wacht, laat me even wat snelheid pakken. En nu omhoog. Mijn backflip is... Ik kan dat althans, wel. Althans, oh. Ja, mijn motor is kapot, hè. Dan moet je nagaan. Ik doe het allemaal zonder motor. Zonder motor lukt de backflip niet, Ryan. Ik vind het een super vet ding, maar wat je er nou aan hebt... Dat is nog de grote vraag. Maar, Ryan... Ja. Wij kunnen gaan kijken wat we eraan hebben, want wij kunnen natuurlijk ook missies gaan starten. Oh ja, dat kan. Dus, we hebben nu zo'n beetje alle voertuigen gecheckt. We hebben er eentje nog niet, nee, twee nog niet gecheckt. Dat is een helikopter waar je eentje in kan. Maar die helikopter is gewoon heel simpelweg heel erg snel. En we hebben nog een andere klein vliegtuig niet uitgetest. Maar dat komt nog wel een keertje. We gaan in ieder geval volgende keer, gaan we gewoon eens even kijken wat voor missies we allemaal kunnen doen. Dus heb je daar nou zin in? Ram natuurlijk zoals je keihard blijkt op. Zou ik in ieder geval super tof vinden. We gaan eens even kijken wat er allemaal nog meer in zit. Ik probeer hem eens even netjes te landen hier, hoor. Wacht, ik spring er gewoon uit. Zo. Ik ben geland. Mijn vliegtuig gaat gewoon verder. Maar hij vliegt gewoon door, hè, dat ding. Hey, die hele en, ik ben geland nu. Ik ben geland. Ah, sta je in het midden? Nee. Ben je dit? Oh shit, maat, wat doe jij? Oh my god, die was laag, jongen. Maar we gaan volgende keer dus even kijken wat voor missies... Nekjes, hoor. Wat voor missies er allemaal in zitten. Dus vind je dat een leuke ram? Natuurlijk, zoals kijkt op lijkt op. Volgende keer gaan we gewoon weer verder met deze... Oké, Rijn is dood. Met deze update. Dus allemaal heel bedankt voor het kijken. Depla. Alsjeblieft, jongen. Ik wou eerst jou afknallen, maar toen dacht ik, jij stort neer, dan knal ik helemaal. Maar als je nou hebt genoten, ram natuurlijk subscribe op, like op. Bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal voor meer GTA en andere games. Check natuurlijk Rijs' Twitter uit. En dan zeggen wij thanks for watching. Thanks voor de support. Mooi bommetje. Wacht, er komt een vliegtuig aan. Ho! Kijk uit! Zo, die kei die remt af, jongen. Ik heb mijn 9 bommen. Hoppatee. En tot de volgende keer, mensen. Doei doei. Bye bye.